Ik heb een scooter voor je. Ja, mooi ding. Hoe is dit gelukt? Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Ben je zenuwachtig? Ja. Ik ben een beetje zenuwachtig over. Ik vind het eng. Ja, ik vind het spannend. Het is alweer een tijdje geleden. Nou, open hem even. Oké, nou. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van De Geergasten. Wij hebben jullie natuurlijk iets beloofd. En belofte maakt schuld. Wij gaan weer iemand helpen vandaag. Yes, kom er maar bij. Ja. Jongens. Dames en heren, dit is Rien. Welke Rien? Tante Rien. Tante Rien. Jezus. Rien, wat heb jij nodig? Ja, ik zou graag een scooter willen, jongens. Dat zouden we allemaal wel willen, Rien. Dat krijg je dus als je onze kijkers vraagt wat ze willen. Ja. Maar goed, wij zijn de gierige gasten. Dus ik denk wel dat wij gewoon een scooter voor onze Rien kunnen fixen. Toch? Ja, nee, tuurlijk. Dat kunnen wij wel. Komt goed. Het is een deal. We gaan het regelen. Top. Blijf jij even hier. Dan lopen wij uit. Shot, ja? Okay. Pas op. Komt de fiets eraan. Zo. Leuk idee, die kijkers helpen, maar hoe de fuck gaan we aan de scooters komen? Nou ja, kijk, er is natuurlijk een hoop te doen geweest in Amsterdam rondom die scooterwetgeving. Dat klopt. Ze mogen niet meer op het fietspad rijden, ze moeten naar de rijbaan, er is een helmplicht. En er wordt nu heftig gecontroleerd in de stad door van die popjes en gele hesjes die iedereen tegenhouden op de rijbaan. Ja, eigenlijk is het echt chaos. Niemand weet echt precies wat er gaande is. Precies. Dus daar gaan wij gebruik van maken. Ja. Ja. Dus, wat gaan we doen? Wij gaan ons voordoen als... De scooterbrigade! En als jij op een scooter rijdt en je hebt geen helm op, dan gaan wij je scooter even moeten testen. En die scooter rijden we naar... Rien. En die mag er even op rijden. Ja. Superleuk. Jij hebt een scooter. Onder een mom, we zijn de rollenbank vergeten, maar we willen wel even testen of die niet te hard gaat. Nou, je ziet het. Hier staan wij. Dit stukje mag je blijkbaar niet meer berijden met je scooter. Dus daar gaan wij staan. Oké. Okay. Hey man. Ah, teringlijer. Dat is hard. Ik denk dat hij meer pijn had. Want mijn hand is van staal van al het rukken, snap je? Ja. Eelt. Denk je dat het gaat lukken? Nee. Oh. Meneer. Nu mag je niet met de scooter. Ja? Ja. Mag ik toch wel ver jullie politie waren, maar ik weet dat we hier zijn. U mag hier niet rijden. Serieus? Ja, er staat een heel groot bord. Waar? Aan het begin. Nee, ik wou niet als rijden, ik wou hier zijn. Je moet hier zijn? Precies hier rechts. Mag je daar even parkeren? Niels. Ja, deze gasten kennen ons. Grappie. Ze zitten ons in ons gezicht uit te lachen. Ja, maar Niels, je moet de mensen zonder helm hebben. Oh. Nee, je mag... Jawel, anders krijgt Rien zo'n boete. Die heeft toch geen helm? Je gaat Rien toch geen boete geven? Je moet een scooter hebben waar je geen helm hoeft te dragen. Anders geven we een scooter waar we zonder helm geven aan Rien. En Rien zo meteen een boete. Dat is de hele regel, dildo. Niemand rijdt nog met... Jawel, grap! Rien moet toch gewoon... Is dat onze taak om hem... Om zijn helm te kopen? Om onze kijkers op schermen, ja. Gast, geef gewoon die scooter aan Rien zo. Maar goed, deze gasten herkenden ons en die lachten ons in ons gezicht uit. Ja, snap ik. Kijk wie erbij loopt, grap. Ja, dan moet je kijken hoe jij erbij loopt. Oh, goeiedag. Meneer. Hi. U weet dat u niet meer mag rijden, toch? Ja, dit weet ik niet. Het staat daar aan bord, staat allemaal heel duidelijk uitgelegd. Hoe gaat deze scooter eigenlijk? Hoe hard die gaat? Ja? 35 jaar is niet voor mij. Hij is niet voor jou. Er zit ook geen begrenzing op of zo? Nee. Zou je hem even kunnen testen? Mag. Ja? Ja? Oké. Okay. Maar heb je iets van ID bij of zo? Ik heb Martijn, heb jij ID? Ik heb ID bij me, zeker. Top. Ik heb paspoort. Ja, dat is een paspoort. Nou, maar je bent van het programma of niet? Ook programma. Wat? Dat programma. Hey, jullie zijn van het programma, toch? Ja. Later! Je hebt het bijna geleerd, hè? Mensen met helm, laat je gaan. Mensen zonder helm, hou je aan. Dat is ons motto. Je moet werken leuk houden. Come on, deze gast. Ze doen, meneer. Oh, 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 oh. Wat gaat u hard? Oh, meneer. Pure scheid. Hier is je? Zo. Hey. U weet dat u een helm op moet tegenwoordig? Ja, ik heb het pas gedaan. Is al twee keer. En je mag hier niet meer rijden. En je mag hier ook niet meer rijden. Hoe hard gaat deze scooter eigenlijk? Hij gaat 30. 30? Ja. Ik hoorde een kleine twijfel in je stem. Ja, omdat ik hem wil upgraden daar. Je wil upgraden? Ja, en dan wil ik op de weg gaan. Maar dat kan niet met een blauw kentekenplaatje. Nee, daarom moet ik hem opzetten. En u heeft hem nog niet geupgraded? Nee. Zou ik dat heel even mogen testen? Liever niet, want ik heb haast. U heeft haast? Ja. Maar ik wil hem toch even testen dat hij niet... Ja, maar ik heb echt haast. Maar het is geen vraag eigenlijk. Nou, hoor je me? Ja.
Oké. Ik ben nu bij de Overtop. Ik heb echt haast, sorry. Ja? Ja, ik vond hem eng. Dus ik vond hem ook heel zielig. Hij had echt haast. Ik ook. Ik vond hem niet zielig. Ik was meer bang voor mezelf. Hoezo? Ik weet niet. Ik had gewoon het gevoel dat hij niet grappig had van me. Nee, ik denk het ook niet. Dus toch ergens toch wel nog een best wel goede jongen zijn we dan. Eigenlijk. Ja, eigenlijk zijn we gewoon hele keurige jongens. Ja. Ja. Kom, laten we weer een scooter jatten voor Rien. Ja. Heren, stop meneer. Heren. Maar echt, zeg maar nog even extra gas erbij gooien, hè? Zeg je dat? Ja. Even en even nog wel zo dan. Fuck you. Oh. Onderweg naar zijn graf. Ja. Die had er geen zin in. Al aangekomen. Dus. Ja, en je mag hier ook niet meer rijden. Mag je niet meer rijden? Oh, niet meer. Nee. En hoe hard gaat deze scooter eigenlijk? Hoe hard gaat deze scooter? 24. 24. Dat weet je zeker. Ja. Zou dat even kunnen testen? Proberen. Ja. Ja? Do ja? You want to test? Yes? Ja. Blijf jij even bij staan? Ja, ik blijf er even bij staan. Ja, dat ding is een. Ja. Weer van de. Van de scooter. I go check it. I will stay here with you. Stay here with you. Ja. Ik heb een scooter voor je. Ja, mooi ding. Hoe is dit gelukt? Nou, ik vind het perfect, jongens. Oké, nou, rij er even een rondje op. Dan breng je hem wel weer terug, hè? Ja, jongens, dat komt helemaal goed. But where he go? Yeah, he'll be back in 2 minutes. But my phone on it. Oh, really? Yeah, everything. Okay. He'll be right back in 2 minutes. Yeah, no but worries. He's safe. Yeah, he's safe. Hoe was dat? Nou ja, ik denk dat de eigenaar de scooter weer terug wil. Oh. Dat is een mooie scooter. Of ik moet hem weer terughalen. Maar ik kom zo met een nieuwe, ja? Ja, dat is goed. It's okay, man. And do not give your bike to strangers, because we are not from the police. Yes. No. You just gave your scooter. I asked you. There's a camera. Watch out next time. You almost lost your scooter. Yeah. No. I will call the police direct. All my phone here, my car, the money. Zijn telefoon, alles zat erin. 2000 euro. Nee, 2000 euro. Oké. Oké, boys. Rij veilig. Bye bye. Serieus? Gast, dit ging zo makkelijk. Nou, Rien heeft een stukje gereden, hoor. Ja, echt? Nou, dat is dus het hele ding. We gaan natuurlijk niet echt een scooter nakken. Dat zou een beetje bot zijn. Maar het kan gewoon. Je kan dus gewoon zo makkelijk een scooter meekrijgen. Dus even een les voor iedereen. Vraag altijd om de identificatie van een politieagent. Wil jij 2 kaarten winnen voor de UEFA Champions League finale? Klik dan nu op de link in de beschrijving en schrijf je in. De winnaar krijgt een compleet verzorgde reis naar Madrid. 2 tickets voor de Champions League finale en wij van de Gierige Gasten reizen gezellig met je mee. Dus doe nu mee en beleef de avond van je leven. Oh, je hebt een helm op. Wat dacht je dan? Nou, ik dacht heel even, wat is dit? Een parkeerteken om een... Oh, stop meneer. Stop maar. Goeiedag. U kunt door. Ja, dank u. U heeft geen helm op? Nee, dat klopt. Het is ook een snorfiets en jullie delen nog geen boetes uit nu, ziet toch? Ziet u wat daar op dat bordje staat? Ja, die had ik nog niet gezien, sorry. Snorfietsen niet toegestaan. Ik zie het. En u wilde hier naartoe rijden, toch? Kijk, het feit dat wij geen boetes uitdelen betekent niet dat het... Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Wat is dit voor apparaat? Het is een snorfiets, een elektrische scooter, zeg maar. En hoe hard gaat deze? Maximaal 30. 30? Ja, max. Dat gaat 5 kilometer daar, toch? Officieel mag ik tot 30, volgens mij, denk ik. Dacht ik. 25. Want u heeft hier ook een rijbewijs voor nodig, neem ik aan. Ik heb mijn autorijbewijs, dat moet genoeg zijn, toch? Ja. Zouden we eventueel kunnen testen of die inderdaad 35 gaat, nou ja, zoals u zegt? Als ik geen andere keuze heb, dan... Nou, dan ga ik even testen, ja? Ja. Ja, maar doe gewoon een helm op de volgende keer. Ja, want over een maand heb je echt die prenten. Het idee is natuurlijk dat ik nu de scooter aan Rien geef, maar ik heb honger gekregen, dus ik ga even een kippertje halen. En dat betekent dat Niels hem iets langer aan de praat moet houden. Nou, normaal gesproken staan we hier met een rollenbank, maar die deed het niet vandaag. Wat gaat hij nu doen? Wat gaat hij
de hele overtoom af of zo? Hij gaat nu even puur controleren op de snelheid. Wil je wings of broodjes? Wings. Yes. Wings. Ja, het is een bijbaantje eigenlijk. Okay. Dus ik studeer nog, ja. Normaal. Ze hadden nu gewoon nieuwe mensen nodig bij de gemeente, dus stonden van die factures open. Dat is een vriend van me, dus op zich samen wel werken is wel leuk. Ik ben heel benieuwd de nieuws er nu bij staat. Ja. En het is op zich echt wel leuk om mensen erop te attenderen, weet je wel. Gek het ook niet. Ja, ik vind het een beetje gek. Oké, ik heb een serieus probleem. Ik heb net wel heel stoer kippetjes zitten halen. En ik heb dat ding net uitzetten, weet ik veel hoe dit werkt. Maar ik krijg hem niet aan. Ja, hij heeft een probleem met die e-scooter. Okay. Hij gaat niet meer aan. Ja, dat kan kloppen, want ik heb de afstandsbediening. Die afstandsbediening die heeft hij hier in zijn zak. Nou ja, ik heb eigenlijk maar één optie. Dat is teruglopen. Oh ja, sorry meneer, dit is echt heel stom. Dit is echt... Zo ontzettend typisch ook weer, hè? 2000 years later. Daar is hij, hoor. Oh, kijk. Nou, viel uiteindelijk wel mee, toch? Ja, we moeten ook eigenlijk bekennen. We zijn niet van de scooterbrigade. Ik dacht Dunlop op dat jasje staan en dat kan eigenlijk ook niet kloppen ook, hè? Kijk, daar staat de hele tijd iemand verdekt opgesteld, die heeft de camera. Ja, jongen. Dus nou, wel thuis, goed aan je vrouw. Ja, ik ga snel liggen. Sorry. Snel. Ja, jojo. Hi, goeiedag. Hi, Niels. We komen hier, we zijn ook van de scooterbrigade. Wij zijn voor kidsregelaars. Ah, wij zijn vier publieke zaken. Ja. Ja, moet ik even checken? Doe even één rondje. Blijf jij even met meneer wachten? Ja. Ik heb net de scooter afgegeven aan Rien, die is nu lekker een rondje aan het rijden. Volgens mij bevalt hij wel. Daar zijn onze vrienden. Die jongen heeft niks door. Dit wordt hem. Dit wordt hem, hè? Dit wordt hem, dit okay. Is hem. Ja, perfect. Oké, nou dan ga ik hem niet terugbrengen. Oké, nou dan doen we het niet. Top. Doen we het niet. Oké, hey. Veel plezier, Rien. Yo. Nee, grapje natuurlijk. Ik ga hem wel even terugbrengen naar die jongen. Daar gaan we zo natuurlijk achterkomen. Kijk, er is nog alleen. Het is helemaal in orde. Ja, hij is helemaal in orde. Hij heeft nu nog wel een warme warmte natuurlijk. Hè. Dus misschien dat hij ietsjes... Ja. Nee, goed dat je hem even hebt afgegeven. Ja. Maar ik wil je wel één ding benadrukken. In het vervolg altijd even om identificatie vragen. Mij niet, hè? Nee, aan onze. Want we zijn eigenlijk helemaal niet van de scooterbrigade. Nee, dat dacht ik dus later ook. Ja, wij stonden hier net te praten en ik denk, nee, ik hoop dat hij nog terug gaat komen. Ja. Nou, maar bedankt dat je hem terug hebt gebracht. Ja, ja man, no worries. Ja, jij ook. Hoi, hoi. Lieve Rien, was dit de eerste keer of heb je vaker scooters genakt? Ja, dit was wel de eerste keer. Dit was de eerste keer. Lief. Lief. Het is echt een boefje geworden nu. Een boefje geworden. Ja. Jezus. Al bijna een strafblad. Ja. Inderdaad. Ja. Wil jij nou ook een strafblad? Laat dan even weten in de comments wat jij wil en wij gaan het gratis voor jou regelen. Ja, wij krijgen jou gratis de bak in, hè? Ja, nee, wensen kunnen altijd even in de comments geplaatst worden. Dan gaan wij het op een gierige manier voor je regelen. Wil je ook even deze video liken? Dat zou wel fijn zijn. Rien, sluit maar af. Ja, we zijn er volgende week dinsdag natuurlijk van weer, 4 uur. Ja, blijf kijken, zou ik zeggen. Ja, abonneer. Weet je wat echt vet is abonneren. Dan? Ja, abonneren. Dat is vet. Abonneren. Ja, dit is ook wel dik om te doen, zeg maar. Dan ga je nu weg naar... Boom! Oh, dat is fucking vet. Ja. Oh nee, hij was te laat. Boom!